En hij zit. Een paar gaatjes boren en daar hangt hij dan. Het gouden keurmerk voor gasterij in het Ven. 9 ondernemers in Eindhoven hebben gisteravond een gouden keurmerk duurzaam ondernemen gekregen. De prijs werd voor de tweede keer uitgereikt door de gemeente. Het is een hele grote waardering voor wat je doet. En ik denk dat dat wel een opsteker is voor een bedrijf. Ik had het helemaal niet verwacht. We hadden vorig jaar goud en dan is het heel moeilijk natuurlijk. Ja, dan denk je van ja, je blijft gewoon doen waar je goed in bent. Maar als het dan ook lukt, is het wel extra leuk. Het bijzondere bij ons is dat wij zijn een horecaonderneming. Dat wij niet alleen duurzaam proberen te zijn in de horecaonderneming, maar dat ook naar de klanten toe en naar onze leveranciers toe, dus twee kanten op, proberen uit te dragen en mee samen te werken. Voor het krijgen van het keurmerk moeten de bedrijven wel wat doen. Ja, er is een hele lijst met vragen. Volgens mij afhankelijk van, sommige vragen zijn niet van toepassing op elk bedrijf natuurlijk. Maar in totaal een pakket van 50 vragen. En die gaan over energie, of je groene stroom afneemt, of je energiezuinige verlichting hebt. Maar ook of je bijvoorbeeld fair trade producten koopt, of je de maatschappelijke activiteiten in de wijk doet, hoe je met je personeel omgaat. Dus eigenlijk alle drie de domeinen, people, planet, profit, komen daarin aan bod. Twee van de ondernemers die een gouden keurmerk hebben gekregen zijn Ralf Hubers en Alfred van Kempen. Ze zijn buren in de Wasvenboerderij. Tussen Molens is een bakkerij en een koffiebranderij die gevestigd is in Tongeren. En we werken met heel veel biologische producten en streekgebonden producten. En we zijn heel duurzaam bezig door middel van gescheiden afval, wat eigenlijk iedereen al behoort te doen. Maar nog verder doorvoeren dat je schoonmaakmiddelen biologisch zijn. We werken met een zorgstichting, Lunetzorg, die dus ook meehelpt met het werk in de bakkerij, in de koffiebranderij. Dus je bent maatschappelijk bezig en je bent heel druk bezig met de duurzaamheid. We werken wel veel samen, dus eigenlijk hebben we ook één concept. Alleen de vragenlijst is zo dat horeca en detailhandel twee verschillende disciplines zijn. Dus hebben we ook twee keer onze eigen dingen ingeschreven. Zij hebben biologisch brood. Wij gebruiken weer dat biologische brood, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus we werken wel veel samen. Nog 46 anderen kregen een zilveren of een bronzen keurmerk mee naar huis.